Sarah is druk aan de slag op de afdeling heelkunde in het AZ Sint-Lucas in Gent. Enkele jaren geleden zat ze nog achter haar bureau als office manager, maar intussen is ze volop bezig om zich om te scholen tot verpleegkundige. Het project Kies voor de Zorg maakte die overstap een pak makkelijker. Ik heb mijn eerste jaar verpleegkunde in avondonderwijs gedaan, terwijl ik 4/5 werkte. Dat was een vrij zware combinatie. En ik had dan van mijn leerkrachten te horen gekregen dat er ook zo'n project ging starten, Kies voor de Zorg, waarbij dat ik dagonderwijs zou kunnen volgen, waarbij dat ze mij ook zouden betalen om dagonderwijs te doen. En dan heb ik mij daarvoor ingeschreven. Werknemers uit andere sectoren die denken aan een carrière als zorg- of verpleegkundige een betaald voltijds opleidingstraject aanbieden. Dat is wat Kies voor de Zorg doet. Studenten krijgen vanaf de eerste schooldag een contract bij een werkgever in de zorg. Eenmaal afgestudeerd kunnen ze daar in dienst blijven. Ook in het AZ Sint-Lucas maken ze er dankbaar gebruik van. Dat was voor ons natuurlijk als Sint-Lucas een zeer mooie opportuniteit om mensen eigenlijk aan te trekken. Een uitgelezen kans om medewerkers die eigenlijk uit een andere sector kwamen, de kans te geven om bij ons in Sint-Lucas het project aan te gaan. In het idee om die mensen binnen 4-5 jaar na het afwerken van de opleiding als vaste verpleegkundige eigenlijk bij ons te hebben. Dankzij het project kunnen werkgevers in de zorg het personeelstekort dus deels opvangen. Hier in het AZ Sint-Lucas recruteerden ze zo 12 nieuwe medewerkers. Die mensen komen in de zomermaanden een maand, ongeveer een zestal weken bij ons eigenlijk werken als student. Die gaan doorheen het academiejaar uiteraard naar school, gaan naar een stage uiteraard. Maar opnieuw komen in de zomermaanden wel extra bij ons ondersteunen. Dus op verschillende verpleegafdelingen, verschillende diensten kunnen zij dan extra ondersteuning bieden. Sarah is een van die nieuwe krachten. Van office management naar verpleegkunde. Het was voor haar geen evidente stap. Maar nu blijkt haar vorige job zelfs een troef. Ik heb meer een administratieve achtergrond, dus ik merk wel voor de patiënten zo de ontslagen regelen en zo. Allee, dat ligt mij wel, ook contact met de familie. Dus ik denk momenteel dat mijn twee diploma's elkaar mooi aanvullen. Vlaams minister van Welzijn Hilde Krevits zorgt nu voor 85 extra opleidingstrajecten tot zorgkundige in onder meer de ouderenzorg en de revalidatieziekenhuizen. Wie in de voetsporen van Sarah wil treden, moet wel eerst een selectie doorstaan. Werken in de zorg, het is niet voor iedereen weggelegd. Voor verpleging moet je echt overtuigd kiezen. Dat is niet zoiets dat je gewoon kunt doen omdat er tekorten zijn of zo. Maar ik zou zeggen aan iedereen die twijfelt, om toch te proberen, want het is echt leuk. De nieuwe opleiding begint vanaf februari volgend jaar. Inschrijven kan tot en met 7 oktober. Alle info vind je op kiesvoordezorg.be.